We zijn er, jongens, in het geldpakkie. Zoals altijd, met de packs voor Team of the Year. Het beste evenement van FIFA in het jaar samen met Team of the Season. En het moment is daar dat het Team of the Year er is. De defenders, de verdedigers zijn nu in packs samen met de keeper. Ik ga nog een video maken wanneer het hele team erin is. Maar nu eerst dus wanneer de verdedigers erin zijn, dat ik echt graag een Team of the Year wil hebben. Dus, vergeet niet alvast de video te liken, abonneer als je dan hebt. En je kan bijvoorbeeld op social media en links in de beschrijving. En dan gaan we nu beginnen met het openen van packs. Oké, 305 FIFA points. Ze gaan gebruikt worden. Ik ben benieuwd wie ik krijg. Eerste pack. Kom maar op. FIFA 16 Ultimate Team. En ik krijg... dat is Shirley. Dat is niet zo heel erg best. We krijgen wel Jeroen Zuid. Wat een beast. Lekker in de gevangenis gezeten. En Shirley dan. En die gaat allemaal gediscard worden. Tweede pack. Let's go. Non-rare. Martinez. Wat een verrassing. Let's go. FIFA 16 Ultimate Team. Oeh, we krijgen Arda Turan. Het is wel een 33 algemeen. En hij is van Barça. Maar het is niet de Barça-speler die je moet hebben. Dat is een rechtsback van Brazilië. Pack numero 4. Hey, we krijgen weer Arda Turan. In een back-to-back pack. Wat een beast. En we krijgen ook Van Ginkel. Oh, we krijgen een Barça-centerback. Het is Bartra. Het is weer niet de man die je moet hebben. Nou, kom maar op met die pack. Je zou toch zeggen dat we één goede speler moeten kunnen krijgen. Ja, we krijgen Lavezzi. Die was alleen de voorgaande jaren een stuk beter. Dus dat is wel jammer. Woehoe! We krijgen Smolkinov en Gibbs. Wat een biesten. Maar ze zijn helemaal niks waard. Nou, laatste 25k pack. Daarna ga ik even over naar de 15k pack. Misschien dat ik daar wat beters uit krijg. Want dit is tot nu toe echt tragedisch. Want we krijgen nu weer een rare Spanish speler. Maar daar houden we het eigenlijk ook op. Kom maar op. 300 FIFA points. Kom op. Let's go. Wie krijgen we? Zeg het eens tegen me. Yay. Kom op. We krijgen een rare speler. Maar het is Paletta. Daar doen we het gewoon mee. En dat is wat ik zeg tegen jullie. Want we krijgen hieruit. Ja, we krijgen We krijgen Vinovic. Oh. Ja, Mounier. Hij heeft zomaar 3 sterren skill moves. Hots, rechtsspeler. Juve, die was eerst 10k aan het begin van FIFA. We krijgen Hazard. Troll Hazard. Wat een beest. Hé, we krijgen 2 keer 1000 coins. Dat is wel welkom. Dankjewel, jij. Wat ben je toch aardig. Geef me met mijn geld, pakkie. Een mooie, goede speler. Nee, ze geeft mij Mustafi. Een Bender en Van der Wiel. Wow. Oh jongens, een draft token. Kan ik weer gratis geld verneuken. Wie is daar nog geen fan van? Laat het maar eens horen, jij. Wat het gaat worden. Sabu Bakar. Het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, er zijn nog 7 packs te gaan die we nog kunnen openen. Waar we nog een goede speler kunnen krijgen. Dus ik heb nog het vertrouwen. Links mid. Het is Johnny. En een contract pack. Ja, daar doe ik het voor. Misschien krijg ik daar een team of the season uit. Nog één. Kunnen, jongens. We can do this. We krijgen rechts at the back. Het is Rami. 78 algemeen. Non-rare keeper. Rio de Janeiro. En nog 4 packs te gaan. En daarna nog een 150 FIFA coin pack. Dus daar hebben we nog een paar kansen om iets te krijgen. Kom maar op. Colaccini. Die wil ik niet hebben. Die is niks waard. Kopie. We can do this. Fake pack opening. Nu krijgen we Team of the Season. Nee, we krijgen helemaal niks. Sanson en Gert. Laatste pack van FIFA points. Kopie. Wie krijgen we? Rechts center defensive mid. Het is Kedira Kedira. Oh baby, when you talk like that. Nou, ik kan nog 150 FIFA points openen. De Sancties. Dat is de speler die het waard was. En nu nog mijn coins opmaken. Let's go! Pazzini. Ja, rare keeper. Het is Ter Stegen. En Kishna. 5 sterren skill moves. Zeker niet verkeerd. Kom FIFA. Why not Sergio? Boy, boy, toy, boy. Woohoo, Spaanse center back. Nou, kunnen we 3 packs openen. Waar we nog 3 keer een kans krijgen om een goed speler te krijgen. Het is natuurlijk beter dan niks. Kijk hieruit. Een Spaans keeper. Jongens, het is Diego Lopez. Let's go, jee. Spaans. Ja, die man is Spaans, ja. Het is een Spaanse centerback, jongens. Het is kerk. Het is goed van Matthijs. Jee, dat ga je me jou nog geven. Laatste pack. Het is de laatste City centerback. Het is Youth. Nou, laatste pack waar we iets uit kunnen krijgen. We krijgen Mandy. Kunnen we 5k pack openen? Wat een beast. Diego! Helemaal niet verkeerd. En we hebben natuurlijk nog ons contract pack waar we nog iets uit kunnen krijgen. Oh yes. 4 contracten. Beast. Helemaal niet slecht. En dat was het dan maar, jongens. 10 minuten verder hebben we helemaal niks gekregen. Moraal van het verhaal. FIFA points zijn kut. Ze zijn duur. Je krijgt er niks uit. En ik zie jullie zondag.